Wij zijn één familie van Pups bij elkaar. We bouwen vol vaart met kwispelstaart. Wij zijn één familie van Pups bij elkaar. Hamer, boor, verf. Vraag ons maar hoe. Want moet daar iets gebouwd? Dan vraag je de crew. Wij zijn één familie van Pups bij elkaar. Van Pups bij elkaar. Wauw. Deze familie heeft mega goede bouwvakkerskills. Oh, dit is alleen maar de buitenkant. Wacht maar tot je de binnenkant ziet. Maar nog niet. Die moeten we eerst nog bouwen. Ik kan niet wachten om het te zien. Elke brandweerkazerne heeft een paal nodig. Ja! Connie? Richten, lassen! Oké, motor. Test de kazernedeur maar. Die werkt. Omlaag en omhoog. En deze gaan hier en hier. Ha, ik hou van netjes opruimen. Oké, Marshall. Het is tip-top in orde. Oeh, kijk die kazerne eens. Marshall, is hij klaar voor de redding? Daar komen we maar op één manier achter. Wie wil me even rondleiden? Ikke! Oké, laat de rondleiding beginnen. En de deur is open! Deze deur werkt uitstekend. Goeie stevige muren. Plafond ziet er goed uit. Reservebanden, emmers, jassen voor de brandweermannen. Ladders, schoppen, brandblusapparaten. Oh, en we hebben brandslangen, helmen en laarzen. Allemaal opgeruimd in de vakjes. Mooi! Er is één ding dat elke kazerne moet hebben, maar die zie ik niet. Gevonden! Heeft iemand gecontroleerd of je hiermee snel naar beneden glijdt? Marshall, Marshall, kijk! Motor doet wie! Oh. Oepsie. Niks aan de hand. Ja, de paal werkt. Oké, er is nog één ding dat ik moet checken. De brandweerwagen moet er wel in passen. Oh. Oh. Gaat dat wel passen? Ja! Wij bouwen een mooie varkensstal voor je. En ik zorg ervoor dat die schoon en perfect is. Wauw, dat klinkt mega tof. Ik ga even naar de stad om iedereen voor het zwijnfeest van vanmiddag uit te nodigen. Dag, Pups. Dag, boerin Zoe. Laten we maar beginnen. De stal moet af zijn voor het zwijnfeest van Truffel begint. We gaan... blaf, blaf, bouwen! Of moet ik zeggen... knor, knor bouwen. Ik kom eraan met snel drogend beton voor de fundering. Connie? Richten. Beton. We moeten de muren bouwen. Grijpen, optillen, verplaatsen. Even kijken. Is dit groot genoeg voor een stalmuur? Misschien een klein beetje groter. Het moet namelijk perfect zijn voor Truffel. Op drie zetten we ze overeind. 1, 2, 3. Nu! Fantastisch! Wacht tot mijn maatje Truffel dit ziet. Deze stal wordt zo goed. De stal mist alleen nog een mix makeover. In welke kleur zal ik hem verven? Laat mijn maatje Truffel maar kiezen. Goed idee, Wheeler. Welke kleur vind je mooi, Truffel? Roze, net als jij. Ik hou ook van die kleur. Connie? Richten, verven. Truffel weet wat ze mooi vindt. Oké,
Laten we de driehoekstenen weer in elkaar gaan zetten. Begin met dat ene rode stuk. Mooi! Verplaats nu dat kleinere stuk dat ernaast ligt. Schuif dan dat grote stuk deze kant op. Nee, wacht, de andere kant. Of eigenlijk, toch naar de andere kant. Ja, dat bedoel ik. Jullie zijn bijna klaar. Alleen dat stuk naar achter. Ja, heel goed. Alleen nog het laatste stuk. En nu is het tip-top in orde. Ik kom naar jullie toe. Ik heb mijn spuitpistool gevuld. Kan niet? Richten. Snel drogend beton. Goed gedaan, lieve Pups. Oké, het deel van de legende dat ik niet heb verteld gaat zo. Je moet deze vier delen nemen en daar één geheel van maken. Ga ik doen. Nou, mijn grijper gaat het doen. Ja, doe maar. Ja, dat is één. Laat mij maar. Motor gaat helpen. Het is zo spannend. Blijf doorgaan, Charger. Oké, familie. Het is tip-top in orde. Maar waar is de regenboog, schat? Wow. Het licht leidt ons naar de regenboog, schat. Ik kan zien waar het licht heen gaat. Op die plek staat een kruis. Daarheen. Bedankt, Tante Kraan. Kom mee. We hebben niet veel tijd tot de zon ondergaat. Blijven rijden. We zijn er bijna. Hier is het kruis. Ik herhaal, hier is het kruis. Kunnen jullie me hier uithalen? Alsjeblieft. Sloophamer! Deze koepel is lastig te slopen. Wat moeten we nu doen? We hebben niets dat die koepel heen kan breken. Oh, ik dacht het wel. Ze is klein. Ze is een puppy. En haar naam is... Motor! Ja! Speedmaster, zet uw veiligheidsbril en helm op. En ga achteruit. Want... Motor doet boom! En nog eens boom! En nog eens boom! Tjonge, eindelijk! Ik bedoel, dankjewel, Motor. Graag gedaan. Sorry van dat neppe telefoontje en voor het gebruiken van jullie materialen en het bouwen van de koepel. Wauw, wat heb ik vandaag veel gedaan, zeg. Ik ben zo productief. Hoe dan ook. Vergeet die talentenjacht, meneer McTurtle. Kom, mijn goocheltruc zal even moeten wachten. Ja, bedozie. Ja, Motor! Goed zo, Motor! Hey Motor, ik had net bedacht wat jij kunt doen in de talentenjacht. Het is iets waar je van houdt. Dingen slopen! En terwijl jij sloopt, ga ik rappen over hoe dol jij bent op boom. Oeh, Motor vindt dat een te gek idee. Hey, het is bijna tijd voor de show. We kunnen hiermee nog steeds een groter podium bouwen. Hey Motor, we laten grote brokken liggen die jij kunt slopen in de talentenjacht. Oké, team. We gaan... Plop, plop, bouwen! Groter. Groter. Groter! Oh ja, dit is pas een groot podium. Het grotere podium is tip-top in orde. Mag ik nu een... Rubble & Crew. Hallo daar, Pups. Vandaag is het burgemeester fotodag.
Ik moet een foto maken om aan de muur van het stadhuis te hangen. Kunnen jullie een mooie stoel bouwen waar ik op kan zitten voor de foto? Maar burgemeester Greatway, u kunt niet zomaar zitten voor die foto. U moet laten zien wat voor een stoere, onbevreesde burgemeester u bent. Ik weet wat. Zou het niet leuk zijn als wij een grote schans voor u zouden bouwen aan het eind van de hoofdstraat? Dan maakt u een sprong en nemen wij een foto terwijl u in de lucht bent. En dan landt u op de andere schans. Wauw, dat is een schitterend idee. Oh, ja, meneer Dokkidoo, jij komt ook op de foto. Er is alleen één ding. Ik moet de foto vandaag hebben voor de burgemeesterfotodag. Oh, dat is geen probleem. Rubble and Crew, regel het wel. U kunt zelfs de schans testen voordat u springt. Oh, wat fijn, Pups. Ik laat iedereen in Bouwerdam weten dat ze moeten komen kijken naar onze supersprong. Kom mee. Inladen en wegwezen. We moeten die schansen vandaag bouwen. Oké, familie. Tijd om twee grote schansen te bouwen. We gaan dat wel bouwen. Nog een klein stukje. En leg neer. Ik ben aan het hameren. 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 We hameren allemaal. Oké, Mix, waar is het tijd voor? Een Mix Makeover. Verfspuiter. Meneer Dokkidoo, als we door de lucht zweven, zorg dan dat je lacht voor onze foto. U kunt het, burgemeester Greatway. Zeg maar bellen. Bellen. Muur voor de ijssalon komt eraan. Voor de ijssalon, potshameren! Nog twee muren te gaan! Stapels extra dik plastic. Dat is perfect voor een grote ijshoorn. Klaar! Gereedschap is gaaf! Mooi, Wheeler! Nu alleen nog een Mix Makeover. Verfspuiter! Als ik klaar ben, kunnen we hem omdraaien. Wauw, het lijkt net een echt hoontje. Nu hebben we alleen nog de bol ijs nodig. Die grote bol ijs ziet eruit om op te eten. Wow! Laten we hem op het dak zetten voordat de wind te sterk is. Voorzichtig, Charger. Het gaat harder waaien. Lasapparaat. Reusachtige bol ijs. Bevestigd. En dit keer echt. En nu maakt het niet uit of het... Oh. Hard mind! Vooruit, Pups! We maken het bouwwerk af! Hallo! Wow! Een modderige emmer. En een lege cementzak. Speedmaster? Hij wilde zeker dat uw motor modderig zou blijven, zodat u niet kon racen. Dat is niet eerlijk. Inderdaad, Charger. Hierdoor wil ik niets liever dan Speedmaster verslaan. En dat gaat lukken, burgemeester. Er is altijd een bouwkundige oplossing.
Je hebt gelijk, Rubbo. Onze eerste wasstraat werkte vooral om modder af te spoelen. Maar om modder en cement af te spoelen, moeten we een grotere bouwen. Met grotere borstels en sterkere zeep. En water dat uit gigantisch sterke hoge drukspuiten komt en dat mengsel kapot slaat. Fantastisch idee! We blabbab bouwen een super wasstraat. Hier zijn de materialen. Mooi. Van onderen. Til maar op. Woehoe! Heel goed. Wil je helpen? Geweldig. Kom maar door. Nieuwe superzeeptank. Zo groot. Aanschouw de superwasstraat. Burgemeester Greatway, rijdt uw motor maar naar binnen. Alles spik en span, daar hou ik van. Wow. Gelukt! Dit is zo spannend! Oh, ik krijg de vrom Burgemeester Greatway, u kunt weer racen! Inderdaad! Wauw, zo schoon heb ik mijn motor nog nooit eerder gezien. Dank jullie wel, pups! Ik laat Speedmaster zien dat ze smerige streken mij niet tegenhouden om die race te winnen. Woehoe! Ha! Boormachine! Oh nee, de zon gaat onder en we hebben nog steeds geen stroom. Niet best, helemaal niet best. Ik weet niet eens precies wat ik boor. We hebben meer nodig dan zaklampen om in het donker te bouwen. Rubble is met flitsend licht aan de rol. Ja, Rubble! Wat een topper van een idee, Rubble. Jongens, zet je wagen in een kring en zet je licht aan. We hebben licht! Ik herhaal, we hebben licht! En dat betekent dat we door kunnen gaan met bouwen voor Knager. Gedaan, lieve pups. Ik weet zeker dat Knager dit huis mooi zal vinden. Laten we het hopen. We brengen het naar de rivier en schakelen de stroom weer in. Hey Knager, we komen eraan en hopelijk hebben wij het goed gedaan. Pas op, Wheeler. Rustig aan. We moeten uitkijken voor hobbels. We zijn er. Ben je klaar voor je nieuwe huis, Knager? Grijpen, optillen, verplaatsen! Zo spannend om mijn fietsenwinkel te zien. Voordat hij instort. Oh, nee! Ik kan alleen maar zeggen, mijn fout. Ik ga maar eens. Doei! Kom op, familie. Wij maken die fietsenwinkel veilig. Connie? Richten? Beton! Winkel die veilig is. Verder naar achteren. Zo gaat hij goed. Lasapparaat. En klaar. Deze winkel is officieel veilig en klaar voor fietsen. Wauw! Het is prachtig geworden. Wacht eens even. Waar zijn de fietsen? Die zouden er nu toch moeten zijn.
Daar is Camilla's truck! Wauw, wat leuk om jullie allemaal te zien! Had hier soms iemand een vrachtwagen vol kinderfietsen besteld? Ja! Nu heb ik genoeg kinderfietsen voor iedereen! Hey familie, goed gedaan! We gaan kwistig kwispelen! We bouwen een fietsenwinkel! Rumble & Crew! En die is fantastisch! Vraag ons maar hoe! Lily, bouwen dan Fietsdag wacht op jou! Hup, Lily, hup! Zet hem op, Lily! Ja! Moet je mij eens zien? Ik kan helemaal alleen fietsen! Moet je dit zien? Geweldige fietsenbank! Zoom! Dit is zo leuk! Hier is tante Kraan met wat hout om planken van te zagen. Dan ben je bij de juiste hond voor die klus bij de zaagmachine. Hamer, hamer, hamer! Hamer, hamer, hamer! Hamer, hamer, hamer! Grijpen, optillen, verplaatsen! We bouwen deze schans zo hoog, helemaal tot aan de hemelboog! Gereedschap schaaf! Moet hij omhoog? Woehoehoe! Alleen nog even een mix makeover. Onze supersnelle sleeschans ziet er geweldig uit. Tijd om een grote schans te bedekken met sneeuw, zodat Lucas en Lily kunnen sleeën. Richten, sneeuw! Dit is zo geweldig! Fantastisch! Wauw! Lucas en Lily, welkom bij de supersnelle sleeschans! Ik zei toch dat er alleen een bouwkundige oplossing nodig was? En de beste crew pups die er zijn! We zullen jullie sleeën naar boven brengen. Wie staat er klaar? Ja, wij! Wacht, hoe komen we boven? Gelukkig voor ons zit er een lift bij onze supersnelle sleeschans. Kom mee! Ja! Zijn dat onze sleeën? Ja, maar wij hebben maar 2 sleeën gebouwd. En nu zijn er 7? Je bedoelt, jullie hebben maar 2 sleeën gebouwd. Terwijl jullie sneeuw maakten, maakten opa en ik sleeën voor jullie allemaal. Wat? Dat is absoluut fantastisch! Bedankt! Nu kunnen we met z'n allen sleeën. We gaan omhoog! Ja! De klus van vandaag wordt een nieuwe voordeur bouwen. Eens kijken of dat die pups gaat lukken. Nieuwe deur? Geen probleem. Wij laten Henk zien hoe we dat doen, Nix. Kom voor elkaar. Eerst moeten we de oude deur weghalen. En daar heb ik het juiste gereedschap voor. Schroevendraaier. Nu kan ik de scharnieren van de deurpost afschroeven. Nu zagen we de nieuwe deur op de juiste maat. En nu schroef ik scharnieren aan de nieuwe deur. Oeh, zou het niet leuk zijn als we een deur maken die zowel boven als onder open gaat? Ja, wat ben jij een slimme pup, Mix. Nu bevestigen we de deur aan de post. Goed gedaan. Nu moeten we alleen afwachten of fietsenmaker Shelly zijn nieuwe voordeur mooi vindt.
Oh, daar komt hij. Hier ben ik weer. Oh, wat is mijn fietsenwinkel ver weg? Fietsenmaker Shelly, vertel. Is het bedastisch of is het bedastisch? Oh ja, en of het dat is. Maar ik geloof niet dat ik dit nodig had. Huh? Wat was het toch? Uh-oh. Wat zou het kunnen zijn? Sorry, pups. Ik heb het gewoon zo druk en heb zoveel te doen vandaag dat ik niet meer weet wat ik nodig had. Moeten wij misschien uw ramen opknappen? Zo te zien is er wel schade door de regen. Mijn ramen? Ja, dat zou het kunnen zijn. Neem me niet kwalijk, ik moet weer terug naar de winkel. Kleine tegenslag, maar ik weet zeker dat deze twee pup-pro's dat wel aankunnen. Inderdaad. Kom op, Nix. We gaan weer aan het werk. Eerst halen we de oude ruiter helemaal uit. Kan hij, Nix? Hij kan, Brubble. Zoiets? Ja hoor, ga zo door. Ziet er goed uit. Prima. Wauw, geweldig! Powerama! Rubble en crew, indrukwekkend! Nou, zou het niet leuk zijn als iedereen over het water bij het zeemonster kon komen? Over een lange houten wandelpier. Oh, je bedoelt dat wij een pier naar het zeemonster bouwen? Fantastisch idee, Nix! Vooruit, we gaan Bloedbal bouwen! Charger, kun jij deze palen helpen tillen? We moeten ze in zee zetten voor de bouw van de pier. Dat kan ik zeker! Hier komt Charger! Grijpen, optillen. Hoe zorgen we dat die paal blijft staan? Makkie, we moeten de palen in de bodem van de zee slaan. En ik weet welke pup dat prima kan! We zetten meer palen neer en dan kan het hout erop voor de pier. De palen gaan erin. En motor doet drijf, 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 drijf. De houten planken gaan erop. De houten planken vasttimmeren. Ik moet die beugels vastmaken aan de palen. Lasapparaat. Goed gedaan, crew. De pier is tip-top in orde. Wowzie! Goed gedaan, Rubble en crew. Nu mist het alleen nog een klein beetje kleur. Tijd voor een mix makeover. Verfspuiter. Kan ie? Richten. Verven. Kleuren! Zo wervelend! Wauw! Bedankt, Charger! Iedereen die wacht heeft het bar. Oh. Dat is iets wat het Zeemonster Plonspark kan oplossen. We gaan het testen! Lekker plonzen! Ja! Heb je het warm? Kom dan maar hier. Het plonspark is af bij deze pier. Beton! Oh nee, een eendenfamilie! Oh nee, ik kom eraan om te helpen. Ik duik erin en ga! Spring erop, Mix!
gezien, eendjes. Alles goed? Oh nee! Een skatepark moet altijd glad zijn. Niet vol met allemaal dikke harde hobbels. Ik heb zeker per ongeluk op de hendel gedrukt, waardoor het beton doorliep. Wat baal ik hiervan? Mix, dat is nergens voor nodig. Je bent een held. Je hebt die eendjes gered. Ja, en het komt goed. We verzinnen een manier om het skatepark te herbouwen voordat Tante Kraan hier is. Hoe dan ook. Pups? We moeten heel stil zijn. Kom op, we gaan het doen. Ik ben zo benieuwd naar die eendenvijver. Kom mee. Het is gelukt. Tante Kraan is bijna klaar met haar taart. We moeten opschieten. Een blad van bouwen. Een skatepark voor Tante Kraan. Grijpen, optillen, verplaatsen. Rubble is aan de rol. Tante Kraan kan coole skateparktrucs doen met deze buis. Maar eerst nog een kleine mixfix. Lasapparaat. Eerst heel. Halfpipe. En tip top in orde. Weet je wat dit nog mist? Een skatepark mix makeover. Verfspuiter. En klaar. Fantastisch, Mix. Echt een gek. Oké, laat die vijver eens zien waar jullie aan gewerkt hebben. Oh. Wat? Oh, het is een skatepark! Wegopbreking! Op deze plek! Blijf achter de oranje pilonnen! Geen paniek! We zullen u eruit halen! Hi, het wordt daar erger! Heb je enig idee hoe je mij hieruit krijgt? Ja, zeker weten! Hier komt Charger! Het is tijd om Speedmaster op te vissen. Grijpen, optillen en optillen! Hier komt Charger! Dat ding is erg zwaar. Ik heb de stabilisatoren nodig. Dat is beter. Nu probeer ik het nog eens. Grijpen, optillen, verplaatsen. Nu lukt het wel. Goed gedaan, Charger. Ja, goed gedaan. Maar het duurde wel lang, hè? Sorry. Ik bedoel, bedankt. Wauw, ik moet echt werken aan mijn bedankvaardigheid. Oh, lieve hemel. Met dit enorme zinkgat in het midden van de hoofdstraat moet ik onze helpers optocht afblazen. We gaan op zoek naar een bouwkundige oplossing. Inderdaad. Ik zal helpen. Door helemaal niets te doen. Oké, ik ben in de buurt als je me nodig hebt. Rubble en Crew kunnen deze weg repareren. Tante Kraan, kun je materialen halen van de bladwerf? Oh, zeker weten. Meer materialen om een weg te bouwen komen er meteen aan. En wij vullen het zinkgat en ruimen de troep van Speedmaster op. Sta je klaar om een weg te repareren? Laat me je dan horen janken. Stort de aarde er maar in, want dat is het begin. Aarde komt eraan. Soms is werken in de bouw echt een aardig klusje. Aardig klusje, omdat je aarde stort. Zo grappig, Wieler. Ik heb materialen om een weg te repareren. Bedankt, Tante Kraan. Tijd voor een portie speciaal sneldrogend beton. Even kijken.
Ik voeg daaraan toe cement, zand, wat grind en maar een heel klein beetje water. En nu laat mij dat mixen maar fixen. Kan ie? Richten. Beton. En nu nog een laagje asfalt. Oké, motor, maak het glad. Motor maakt glad. En klaar. De weg is gerepareerd. Geen wonder dat kapitein Turbot niet kan zien. Dit is dichte mist. Ik herhaal, dichte mist. Deze hond mist geen mist. Kom mee, we gaan blokbouw bouwen. Fundering voor de vuurtoren. Daar gaan we dan. Kanny, richten, beton. Charger, op je plaats. Sta klaar. Leg stenen neer! Oké! De muur wordt hoger en hoger! Dit wordt een hele hoge vuurtoren! Je brengt de stenen hier naartoe! Een applaus voor Rubbling Crew! Verfspuiter! Charger, kom maar met het grote licht! Wauw! Dat is groot. Echt super, super groot. Hier komt Charger met het vuurtoren dak. De vuurtoren is tip-top in orde. Als je hem aanzet, kan kapitein Turbot zijn schip veilig naar Bauerdam sturen. Hallo daar, Pups. Burgemeester Quakeway, kijk eens naar ons schitterende idee. De vuurtoren is klaar om gebruikt te worden. Ja! Kapitein Turbot, de vuurtoren werkt. Oh, zoals ze zeggen, ik zie het licht. En dat betekent dat ik jou ook snel zal zien, zusje. Is er toevallig een jarige pup die verstand heeft van slopen? Ja, motor doet boom! Kom eentje, jij doet ook boom. Motor doet boom. Motor doet boom. En nog eens boom. En nog eens boom. Motor deed boom en baf. En nu voert Wheeler het puin af. Alles pik en span, daar hou ik van. Klakker de klak, ik heb mijn gaatbak. Hier komt Charger! Voor jou, Wheeler! Bedankt, Charger! Ik maak het spik en span! Hey, Pups! Ik ben op de terugweg! Camilla komt zo terug met motors cadeau! Nu is het tijd voor Mix en haar kunsten! Zakken cement, Mix! Voor Mix! Bedankt, Charger! Oké, de baan heeft een laag beton nodig. En een laag asfalt. Twee lagen? Ja. Beton om het extra sterk te maken voor Camilla's supergrote vliegtuig. En asfalt erbovenop voor een zachtere landing. Eerst mijn speciale lading van sneldrogend beton. Kan ie? Richten? Beton! Mag de jarige pup het glad maken. Motor maakt glad. Eentje maakt nu ook glad. Sneldrogend asfalt komt eraan. Oh, de zon gaat onder en Camilla is er nog steeds niet met motors cadeau. Ik moet opschieten voordat het feest begint.
Jongetje, het cadeau komt snel! De landingsbaan is klaar! Fantastisch gedaan, familie! Nou, ik hoop dat jullie blij zijn. Wat hebben jullie gedaan met mijn speeltuin? Ik weet niet of wij dat hebben gedaan. Uw speeltuin was niet veilig gebouwd. Nou, het kan of veilig of leuk. Wat wordt het? Ik heb liever leuk. Oké, best. Het moet leuk zijn en veilig. Oh, maar nu hebben deze lieve kinderen niets om op te spelen. Kom, meneer McTurtle. Tijd voor onze dramatische afgang. Jabbedozie. Het wordt vandaag helaas geen speeltuindag. Het kan nog steeds een speeltuindag worden. Weet je nog wat opa zei? Soms kan je ook werken met wat je hebt. En wij hebben heel veel. Oh, ik snap het. We gebruiken al deze kapotte delen en bouwen een nieuwe en veilige speeltuin. En ik ga terug om te kijken welke extra materialen ik kan vinden op de blafwerf. Hey, dat hebben jullie goed bedacht, zeg. Hey, weet je, wij maken hier de mooiste speeltuin van die je maar kunt wensen. Vooruit, we gaan blafwap bouwen. Onderzoekcentrum. En ik heb het staal. Wauw, het begint nu al vorm te krijgen. Wat een indrukwekkende bouwvakkerscrew. Het frame komt er nu aan. Naar achteren. Ja, heel goed. Grijpen, optillen, verplaatsen. Met sneldrogend beton. Kan ie? Richten, beton! Wauw! Wat goed! Tijd voor een mix makeover. Kijk eens aan. Dat is klaar. Omdat we de lucht in de stad schoon willen houden, zorgen we dat de windmolen het onderzoekcentrum van stroom voorziet. Een windturbine, cool! Die verandert de wind in energie die stroom geeft aan het onderzoekcentrum. Gaaf! Eén, twee, drie... Zo, het onderzoekcentrum is tip-top in orde. Fantastisch! We zijn bijna thuis. En ik hoop dat de pups klaar zijn. Deze fantastische eekhoornvoerbak is klaar. Er ontbreekt nog maar één ding. Ik heb er nog een paar opgezogen. Oké, eekhoorn. Kom maar eten. En spelen. Lucas en Lily zullen zo thuiskomen. Hier komt Charger!
Johnny. Richten. Werpen. Motor, kijk of ze al komen. Motor ziet de familie aankomen. Ze komen eraan, ze komen eraan. Allemaal verstoppen. Kijk eens wat Rubble en Crew voor jullie gebouwd hebben. Een nieuwe speelkamer. Wauw, een nieuwe speelkamer. Bedankt, papa en mama. En dank jullie wel, Pips. Deze schommel is superleuk. Ik hou van basketballen. Wat een coole tafel. En dit zit zo lekker. Te gek. En er is een glijbaan. Geweldig! Dit is fantastisch! Dank jullie wel, Pups. Wij houden van helpen. Motor, doe boom! Grijpen, optillen, verplaatsen. Oké, gooi maar vol. Doe je ding. Breng het puin nu naar de stortplaats. Alles spik en span, daar hou ik van. Oké, familie. Wij bouwen nu de brug. Snel, maar veilig. We gaan blap, blap bouwen. Yeah. Yeah. Woehoe, Rumble! Oh yeah. Laat nu de graafmachine maar graven. Kijk eens hoe groot die enorme stalen balk is. Zoiets groots heb ik nog nooit opgetild. Fantastisch, Charger. Tijd voor beton. Mix, jouw beurt. Wij bouwen hier snel, maar veilig. Dus heb ik hier speciaal snel drogend beton. Laat mij dat mixen, maar fixen. Kan ie? Richten? Beton! Goeie mix! Dat speciale beton is al bijna droog! Te gek! Motor doet boom! 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 Kijk, dit is een bout die de brug zeker bij elkaar zal houden! Bouten. Ik ben dol op bouten. Gereedschap is gaaf! Laat maar zakken! Heel goed! Aha, ja! Ziet er goed uit! Motor maakt glad! Tijd om de brug te verven. Dit vraagt om een mix makeover. Even denken. Welke kleur? Ik weet het! Ik neem de kleuren van onze helmen. Van de hele familie! Connie, richten, verven! Zijn terug. Woehoe! Rubble en Crew! Ga ervoor, Pups! Oké, familie. Tijd om een bomhit te maken. We gaan... Blap, blap, bouwen!
Jar Jar gaat omhoog. En de takken komen omlaag. Hop, Hansa. Hey Jar Jar, blijf je daar niet te lang over doorzagen? Hey Pups, ik heb wat platformbouwers nodig. Platformbouwers zijn klaar. Hamer! Deze hamer is flink op stoom. We bouwen een platform hoog in de boom. Bij een boomhut hoort natuurlijk ook een bandenschommel. Ja, daar heb ik echt een goede band mee. Goeie wieler. Tijd voor een boomhut mix makeover. Kani, richten, werpen. Oranje. Blauw. Hier ook blauw. Lichtblauw. Rood. Wauw. Yo! Dat is nog eens een schitterende boomhut. Voor zo'n grote klus hebben we de zaagmachine nodig. Veiligheid voorop, Rabbel. Ik zal je even een poosje helpen. Bedankt, opa. Deze zaagmachine is zaagzinnig. Hier komt Charger! Om het hout glad te maken met mijn schuurmachine. Deze ponies hebben nog één ding nodig. Een mix makeover. Verfspuiter! Roze. Groen. Klaar. Deze pony is klaar om te rijden. Deze pony is er helemaal klaar voor. Goed gedaan. De draaimolen is tiptop in orde. Daarom zeg ik met luide stem. Tijd voor pindakaas en jamdag. Pindakaas. We brengen onze draaimolen naar Groenteboer Gabriel. Ja! Pindakaas en jam. Het spijt me zo. Het lukt me niet om dit goed te zetten door al dat geroep. Waar blijven de pups? Rubble is aan de rol. Met een geweldige draaimolen. Oh, schitterend. Fantastiek. Waanzinnig. Iedereen kan in de draaimolen gaan terwijl ik alles klaarzet voor pindakaas en jamdag. Plezier op de ponies! Het is te gek! Bedankt, Rubble en Crew! Bubbles! Hoorden jullie ook klinkklank, kaboom, piep? Rubble! Rubble! Mijn eentje is kwijt! Oh, ben jij je bad-eentje kwijt?
Wacht. Ik weet waar jouw eentje is. Die zit hier vast in deze buis. Oh, ik weet wat er gebeurt als dat ding vastzit in een buis. Dan gebeurt dat. Sleutel. Mooi. Wow. Alle pups, alle sleutels. We moeten de lekken dichten. Hoef, sleutel. Charger, een groot lek achter jou. Oh, ik zit er bovenop. Wow. Wauw, Charger. Jij zit er echt bovenop. Oh, dit kan niet goed zijn. We moeten dat eentje eruit halen. Maar hoe? Ik weet hoe we het eentje eruit krijgen. Woep. Laat mij maar. Snijbander. Fantastisch gedaan, Mix. Eentje! Motor, je moet nog steeds in bad voor de familiefoto. Nee. Laten wij het superbad snel afbouwen. Hier komt het superbad. Ik maak het spek en span. Geen bad voor motor. Geen bad voor motor. Klaar. Ja, je hebt hem. Heel goed. Mooi. Motor. Je nieuwe superbad is klaar! Wat vind je, Motor? Huh? Motor? Oh nee, ze heeft zich weer verstopt. Uh-oh, Tante Kraan en opa Gravel komen er zo aan. Zo leuk! Motor, in bad gaan wordt zo nog leuker! En bubbeliger! Wow! Motor houdt van bubbels! Motor houdt van paddelen! Hoe kunnen we een rolstoel een trap op laten rijden? Ik zou met mijn rolstoel over zoiets kunnen rijden. Iets glads, zonder treden. Omar, dat is het! Iets glads, zonder treden! We bouwen een helling! Wee! Oh ja, een helling! Zoals die, maar niet zo snel, zodat ik er overheen kan. We halen materialen en de rest van de crew. De helling komt snel naar je toe. Bedankt, pups. Te gek! Daar heb je Rubble en crew. Hey, moet je zien. Deze trap is in de buurt van de deur aan de achterkant van het stadhuis. Een perfecte plek voor een helling. Fantastisch idee, Omar. Vooruit, familie. We gaan... Blokbal bouwen! Eerst moeten we die trap verwijderen. Motor, doe je ding. Motor doet boom! Als je Brok de steen verwijderen moet, is er één pup die dat heel goed doet. Wheeler! Ik breng dit wel weg. Alles pik en span, daar hou ik van. Twee keer meten, dat is weten. Of is het, wil je het weten, ga dan meten. Gewoon vaak meten. Moet je horen, pups. Wat zei het hout toen het werd afgezaagd? Die zaag ik aankomen. Oké, nu maken we het frame. Hammer! Ik ben bijna klaar met het houten frame voor de helling. En dat betekent dat we klaar zijn voor... Kanie... Richten... Snel drogend beton! Nu glad maken om makkelijk te rollen. Glad! Glad! Leuning voor de veiligheid, klaar! Oké, Omar, ga je gang! Oeh,
deze helling is fantastisch. Ik ben er bijna. Zo, de helling werkt perfect. Hey pups, dit gaat op rolletjes. In plaats van een bredere parkeerplaats, bouwen we een hogere parkeerplaats. Zoals een parkeergarage. Ja, precies. Het wordt een parkeergarage die auto's optilt naar elk niveau. Dan passen alle auto's erin en kan iedereen een lekker ijsje halen. Oh, oh wauw. Dat is echt een fantastisch idee. Ik bel Tante Kraan voor materialen. We gaan een fantastische parkeergarage bouwen. Wow, materialen voor jullie parkeergarage. Hopelijk gaat het bouwen snel. Er staan heel veel auto's te wachten. We hebben het af voordat je kunt zeggen... Sunday-ijsje met een hondenkoekje erop. Dat klinkt heerlijk. Zo mag ik het horen. Hup, Rubble & Crew. Oké, familie. We gaan... Blauw Bad bouwen. Bovenop onze parkeerplaats. Hier komt Charger met grote stalen balken. Nog ietsje verder. Zet maar neer, Charger. Ja! Lasapparaat. Perfect. We moeten de parkeergarage sterk maken voor onze vrienden die van ijs houden. Alles past. Nu draai ik het vast. Veel plaats om auto's te parkeren. En over fietsen. En het is tip-top in orde. Hallo fietsenmaker Shelly. Wat goed om te zien dat u het fietspad gebruikt. Verspuiter. Nu kan iedereen rijden, lopen of fietsen naar de Super Sunday Schepper. Alle wegen leiden naar de ijsjes. Maar hoe krijgen we alle auto's hierin? Jullie hebben een verkeersregelaar nodig, zoals ik. Ik ben altijd voorbereid. Oh, schitterend. Wat prachtig. En het glimt ook. Hoe werkt het? Even kijken. Wie gaat er eerst? Dat zal ik regelen. Hallo jongens, kom maar deze kant op. Wow. Waanzinnig! Best cool, hè, IJsko Carl? Ja, absoluut! Rubble & Crew hebben het weer gefixt. Dan is het nu tijd om de klanten te ontvangen. Ik moet opschieten. De pups hebben me nodig. En de stad ook. Niks, ga je gang. Het houdt de vreemde weg. Dit lijkt me hoog genoeg. Uh-oh. Ik hoop dat we het kunnen vullen met beton voordat het water hier is. Tante Kraan, heb je het grind voor ons? Dat heb ik zeker. Maar, oh, de weg is versperd. Deze boomtakken zijn er vast afgevallen toen jullie langs reden. Ik denk niet dat ik op tijd kom. Mama, knal er doorheen. Doe boom! Dat zou ik wel willen, Motor. Maar ik heb geen sloopkogels zoals jij, lieverd. Een sloopkogel? Tante Kraan, dat brengt me op een boom van een idee. Ik weet hoe we meer beton kunnen maken. Bedankt voor je hulp. Ik denk dat we er wel uitkomen. Woehoehoe! Succes en ik zie jullie straks in de blafwerf. Rubble, Mix kan zonder grind geen beton maken. En we hebben geen tijd om terug te gaan naar de ramstamper. Wie heeft er een ramstamper nodig als je... Motor hebt! Moet Motor boom doen? Maar waar? Weet je nog dat we onderweg keien hebben verplaatst? Ik begrijp het. Rubble, zullen we het tegelijk zeggen? Zou het niet leuk zijn als... we zelf grind zouden maken? Motor doet boom! En nog meer boom! Motor heeft grind gemaakt! Fantastisch gedaan!
een heleboel grind. Oké, er zit cement in, zand, water en grind. En nu... laat mij dat mixer maar fixen. Oh nee, het water komt eraan. Ik herhaal, het water komt eraan. Goed dat ik snel drogend beton heb gemaakt. Connie, richten, beton! Zodra ik klaar ben, kan het houten frame weg. Hier zijn de cementzakken. En ik laat ze zakken. Bedankt, Tante Kraan. Tijd om te gaan mixen. Motor doet boom, boom. Connie, richten. Alleen nog het hek opbouwen en uw bord ophangen. Oh, fijn! Waarom ziet de deurknoppen zo raar uit? Ah, de deurknop is afgebroken. Ik kan de deur niet open doen. Rustig maar. Wij kennen toevallig iemand die heel veel deurknoppen heeft. Dickie, ik ben hem. Nu ik. Oma! De deurknop van de winkel van Gabriel is kapot en wij zoeken een nieuwe. Weet u toevallig hoe we daaraan kunnen komen, opa? Ik heb allerlei soorten deurknoppen. Eén daarvan zal zeker passen. Kaasgraf, 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 kaasgraf. Opa's gereedschapskist schiet te hulp. Ja! Nee. Dat is hem. Ja, ik ga aan de slag. Kom op, familie. We gaan allemaal aan de slag. Wij zijn één familie van Pups bij elkaar. We bouwen vol vaart met kwispel staart. Wij zijn één familie van Pups bij elkaar. Hamer, boor, verf. Vraag ons maar hoe. Wat moet daar iets gebouwd? Dan vraag je de crew. Wij zijn één familie van Pups bij elkaar. Van Pups bij elkaar. De nieuwe stoep is klaar. Alle takken zijn weg. En de deur is gemaakt. Disgusting. Heel hartelijk bedankt, Pups. Jullie hebben mij en mijn kaas geholpen. Die kaas ruikt verrukkelijk. Ik heb honger. Oh nee, u heeft geen snack van ons gekregen, opa. We hadden het te druk met werken. Ja, open dag werd verpest omdat we allemaal weg moesten. Eigenlijk was dit een geweldige opa-dag. Huh? Ik zag hoe hard Bauerdam jullie nodig heeft. Ik zag hoe behulpzaam jullie zijn. En ik heb met jullie meegebouwd. Ik ben echt super trots op mijn familie. En daarom was dit de eerste en beste opa-dag van mijn leven. Woehoehoe! Ik ben er! Wauw! Gelukkig hebben we onze bouwvoertuigen. Een bus zou nooit over deze stenen kunnen rijden. Bedankt, Tante Kraan. Tot bij het concert als we klaar zijn met de tunnel. Oké, allemaal. We blabba bouwen een tunnel. Rubble is aan de rol. Oké, Wheeler, breng het maar weg. Alles pik en span, daar hou ik van. Motor doet boom. Zachtjes. Graaf, graaf, graver de graaf. Kijk eens hoe ik graaf. Ja.
onze tunnel vallen, dan houden deze stalen platen de wanden extra stevig. Ja, geen rotsblok zal deze tunnel verpletteren. Woep! Schroefboormachine! Aha, dus daar had je de metalen platen voor nodig. Erg slim, Mix. Hé, jongens, het concert van Sierra begint al snel. Lukt het ons om de tunnel op tijd af te krijgen? Natuurlijk lukt dat. Wij zijn Rubble & Crew. Rubble is aan de graafrol. Je doet het goed, Rubble. Ga zo door. We zijn bijna aan de andere kant. Ik kom naar onze afspraak. Weet niet of ik wel een kans maak. Ik kom naar onze afspraak. Een doorbraak, een doorbraak. Pups, dit is een superstertunnel. Heel erg bedankt. Werkt jouw hele familie in de bouw net als jij? Ja, wij zijn allemaal bouwvakpups. En we staan klaar om te bouwen. Motor! Wacht maar tot je dit ziet. Hé, familie, we gaan blabab bouwen. Mix is er klaar voor. En ga maar. Hier komt een grote lading aan, Wheeler. Hier komt Charger. Grijpen, optillen, verplaatsen. En hier komt Tante Kraan. Oh, die kei ligt precies waar we willen bouwen. Zeg, motorliefje. Allemaal achteruit. Motor doet boom! Woehoe! Zo ken ik mijn kleine meid. Laat ze maar komen. Een mix makeover. Verfspuiter. Kan ie? Richten. Verven. Het is dit top in orde. Woehoe! Ja! En zo bouwt deze familie. Ziet er goed uit. En op deze plek komt het popcornstalletje. Dit wordt zo top, zet het bord erop. Nu moet ik nog lijnen verven, zodat iedereen weet waar die moet parkeren om de film te zien. Wat? Verfspuiter. Nu bouwen we het frame waar het grote buitenscherm in komt. Het frame voor het scherm komt omlaag. En het grote filmscherm gaat erin. Grijpen, optillen, verplaatsen. Kijk, dat is nog eens een waanzinnig filmscherm. Dat vind ik ook van deze drive-in bioscoop. Laten we die film gaan kijken. Kom hem halen, mijn nieuwste popcornsmaak. Superhelden, superaardbeien. Inwoners van Powerdam, zijn jullie klaar om te kijken naar Super Eekie Eekhoorn in onze nieuwe drive-in bioscoop? Yeah!
Oké, nu is motor klaar. Oh, met filmmaatje. Goed dan. Dankzij de pups kan de filmavond nu beginnen. Ik ben Super Eeky Eekhoorn. Oh. En als ik val, sta ik meteen weer op en ga, ga, ga. Ja, Super Eeky Eekhoorn. Oh, die kleine eendjes zijn echt dol op hun nieuwe huis. Er moet een bouwkundige oplossing zijn. Eén waarbij we de eenden niet hoeven te verplaatsen. Maar als we ze niet kunnen verplaatsen, hoe bouwen we hier dan de school? Judger, dat is het! Ja, dat is het! Wacht, hoezo? We verplaatsen ze niet. Zou het niet leuk zijn als we de school om de eendenvijver heen zouden bouwen? Zodat de eenden kunnen blijven. En de kinderen toch een school krijgen. Ik wist dat er een bouwkundige oplossing was. Mix, wat ben jij toch een slimme pup. We gaan Blabba bouwen! Zo, de fundering is gestort. Hier komt Charger! Met betonblokken! Niet vergeten, we maken een U-vorm. U-vorm, begrepen. Vormen van een U, dat doen we nu. Wij zijn één familie van pups bij elkaar. We bouwen vol vaart met quickballstaart. Wij zijn één familie van pups bij elkaar. Van pups bij elkaar. Hiermee komt het dak af. Bedoel je niet, hiermee komt het dak af. Want wij zijn honden. Waf! Zo grappig, Wieler. Wij zijn bijna klaar met bouwen. De eendenvijver konden we houden. Nu is het tijd voor een schoolmix makeover. Wow! Het is schitterend! Pups, ik weet niet of de kinderen nog wel langer kunnen wachten. We zijn net klaar. Kijk maar. Dan gaan we Blabba ruiken. Ik bedoel bouwen. Ik graaf een gat op vier, want de palen komen hier. Oké, Charger, kom maar met de palen. Grijpen, optillen, verplaatsen. 1 paal, 2 palen, 3 palen, 4 palen. Ik doe er beton bij om het sterk en veilig te maken. Kan ie? Richten. Beton! Nu maken wij een frame-motor. Motor doet boom! En nog eens boom! En nog eens boom! Motor doet boom, boom, boom! Motor is klaar! Motor hoopt dat de vleermuizen het mooi vinden. Ze zullen het vast prachtig vinden! Denk ik ook! Maar eerst nog even een mix makeover. Verfspuiter! Oeh, mooi mix! Je hebt een vleermuis geschilderd voor de... Vleermuizen! We hebben vleermuizen! Oh! Wauw, het werkt! Die vleermuizen gaan uit hun dak bij het zien van hun nieuwe huis. Fantastisch! Vleermuizen zijn blij. Oké, team. Laten we de bloemen terugplanten en snel naar de bladwerf gaan voor het herfstfeest. Oh, nee! Oh, de vleermuizen klinken niet blij. Motor hoopt dat er niets mis is. Oh, dat hoop ik ook, Motor. Misschien moeten ze even wennen aan hun nieuwe huis. Dag, vleermuizen.
tuba maken, een piano en een drumstel. En dat moeten we allemaal gedaan hebben voordat het Bouwerdamdagfeestje begint. Wauw, zo snel? Nou, als wij als familie samenwerken, is er niets dat wij niet kunnen doen. Hout voor de zaagmachine komt eraan. Wij gaan instrumenten maken. Weet je, een klus als deze vraagt om een goed werkliedje. Wij zijn een familie van pups bij elkaar. We bouwen vol vaart met Quispel Start. Wij zijn een familie van pups bij elkaar. We maken nieuwe instrumenten zodat Cher Sparkle kan zingen. Ik ben zo opgewonden, ik krijg de vroom. Geen technologies, Charger. We moeten de instrumenten bouwen, anders kan Sierra Sparkle niet zingen. Ja, kop erbij houden. Geen vromies. Geen vromies. Wij zijn een familie van pups bij elkaar. Hamer, boor, verf. Vraag ons maar hoe. Want moet er iets gebouwd, dan vraag je de crew. Van instrumenten bouwen krijg ik de vroom, vroom, vroom. Geen tijd voor vroomies, Charger. Even doorbouwen. Het komt allemaal goed. Wees cool, Charger. Haal even adem. Wij zijn een familie van pups bij elkaar. Van pups bij elkaar. Het enige dat aan die instrumenten ontbreekt is... Een mix makeover! Ik moet een heleboel kleuren in de megamixer stoppen. Even kijken. Paars, geel, een beetje blauw en natuurlijk wat oranje. Oeh, en warm rood. Tijd om alles te mixen en mijn verfspuiter vol te laden. Oké, crew, tegelijk met mix. Kanie, richten, verven! Vinden jullie? Wauw! Fantastisch, Mix! Dankjewel! Wow! Zagen maar, zaagmachine! Woehoe! Dat noem ik nog geen zagen! We stoppen nog meer hout in de zaagmachine! Dat moet genoeg zijn. Wauw! Precies op tijd, pups. Alsjeblieft. Jullie kunnen de dansvloer repareren. Die daar kan ik wel grijpen. Grijpen, optillen, verplaatsen. Wacht, ik ben iets heel belangrijks vergeten. Een nieuwe haak voor de discobal. En deze krijgt Winxie niet stuk. Oh, ja. Ik heb die discobal nodig om opa's dansmoves te volgen. Over dansen gesproken? Laten we terug boogieën en die dansvloer repareren. Grijpen, optillen, verplaatsen! Ik weet niet of hiermee licht op de vloer komt. Oh-oh! Hoe kan ik opa's dansmoves dan doen? Rustig maar, Charger. Laat mij maar. Ruff! Spons! Alles spik en span, daar hou ik van. Ik hang de bal op, goed vast in de top. Dankzij onze nieuwe Winxie-bestendige haak. Laat de Bouwerdam Partner Boogie maar beginnen. Hallo, Toonkraan! Hallo, Punt. Hallo, Boerin Zoe. Oeh, wow! Die gewassen hebben dringend water nodig. We moeten dat water daar zo snel mogelijk heen brengen. Dus, wat zeg je ervan, Rubble? Ik zeg, wij... Blap, blap, bouwen snel een watergul voor de groentes van Boerin Zoe. Oh! Hier komt Charger met de buizen.
Deze buizen zijn perfect om het water de rivier uit te leiden. En we gebruiken deze pompen om het water de heuvel op te krijgen door jouw buizen, Charger. 1 pomp, 2 pompen en 3 pompen. Ja, pomp maar op. Wij leggen een watergril aan, zodat de groentes groeien gaan. We moeten veel meer buizen neerleggen om over deze heuvel te komen. Deze watering zal de watergril lekker sterk maken. Daar kom ik bij helpen. Lasapparaat. Fantastisch gedaan, Nix. Wauw, wat kunnen jullie dat goed. Bouwkundige pro's. Wow. Oh, het is nog niet klaar. We moeten hier snel drogend beton op storten. Ik ben zo terug. Connie, richten, beton. Rubble and Crew presenteert vol trots de gloednieuwe watergul van boerin Zoe. Yeah! Woehoe! En dat is geen moment te vroeg, want mijn sla ziet er nu nog slechter uit. Waarom zet u hem niet aan, boerin Zoe? 1, 2, 3, water! Het is gelukt, Pups. Oh, jullie hebben mijn groenten gered. Nu heb ik sla om te verkopen op mijn boerenmarkt. Oké, familie. Het is tijd om een schaatsbaan te gaan bouwen voor de kerstshow. We gaan... bouwen. Rubble is aan de megarol. Bevroren megarol. Gemaakt waarop je water kunt bevriezen. Oké, Nix. We hebben nu het belangrijkste van de schaatsbaan nodig. Het ijs! Connie, richten, water om te laten bevriezen. Zal het bevriezen? De lucht is behoorlijk koud, dus het moet kunnen. Oh, gelukt! Ja! Goed gedaan, Rubble en Crew. Vind jij het mooi, Truffel? Ja, nu is de hele familie compleet. Hallo daar, Pups. We zijn er! We hebben de versiering mee. Wauw, moet je zien. De schaatsbaan ziet er schitterend uit. Goed gedaan, lieve Pups. Dit wordt vast een mooie show. Oh ja, de show. Die begint zo. Truffel en ik hebben nog steeds niks bedacht. Ik raak nu in paniek. Kom, Wheeler. Ik kan helemaal niets bedenken. Het komt allemaal goed, brave pup. Echt waar? Maar Truffel en ik hebben een groot probleem. We hebben geen nieuwe show. Nou... Weet je nog hoe we op de blafwerf samenwerkten om alle materialen te verzamelen en nieuwe versieringen te maken? Ja. Toen bouwden jij en de anderen deze schitterende ijsbaan. Ja, hij is echt prachtig. Nou,
Het is ons gelukt om al die dingen te doen doordat we samenwerkten als een familie. En dat is waar het om gaat met Kerstmis. Familie! En deze familie staat voor je klaar, Wheeler. We helpen je allemaal om een nieuwe show te bedenken. En we doen ook met jou mee in de show. Oh, willen jullie dat echt voor ons doen? Zeker weten! Ik heb de beste familie van de wereld. Oh.